Laten we eerst. Nee, niet dit. Ja, nou, dit apparaat hebben we ook nodig. Nee, laten we. Ja, nee, dit. Laten we die Fusion Crafter eerst gaan craften. Daarvoor hebben we nodig lapis lazuli blocks. Diamonds en een Draconic Core. En die kunnen wij. Ja, kijk, die kunnen we nu gewoon maken. Draconic Cores. Kijk, dat is dan nu weer wel weer het mooie eraan. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder. Heb jij er zin in? Klik alvast even natuurlijk op dat duimpje omhoog bij een nieuw abonneer. Welkom. Laten we gewoon lekker gaan voor lekker veel likes weer. Ik weet niet, iets van 12. Kappa. In ieder geval, wat we vandaag gaan doen is, als het goed is, kunnen wij vandaag bezig met het maken van bijvoorbeeld de mob grind. Ik weet het mensen, we moeten ook bezig met de automatische Wither Killer en natuurlijk de Wither Skull Verzamelaar, etcetera. Maar voor natuurlijk de automatische Witch Killer hebben wij een Mob Grinder nodig. En dat is in ieder geval deze. En daar staat natuurlijk al bij Draconing Evolution. Kortom, wij moeten hier al gekke ingots maken en weet ik het allemaal. Dus ja, daar moeten wij gewoon in ieder geval al mee bezig. We moeten ook maken dit Fusion Crafting ding apparaat. En ja mensen, ik ben me er heel erg goed van bewust dat ik veel te weinig energie op dit moment heb. En dat ik me daar kei in kaart voor moet mee gaan houden. Om veel en veel meer energie te gaan maken. Want volgens nog is dit niet genoeg om zo maar te zeggen. Wat ik overigens ook zag was dat je dus blijkbaar deze banks zeg maar, op elkaar kan stapelen. Om daarmee ook een hele grote opslagbron te maken. Ik wil heel trouwens heel even kijken. Als ik ga kijken naar die bank. We hebben er ook eentje van 25 miljoen. Die hebben wij natuurlijk nu zelf. Deze gebruiken wij namelijk. Als wij nou gewoon één erbovenop flikken, hebben we al 50.000 opgeslagen. En nee mensen, ik weet het, is nog steeds niet genoeg. Maar ik zag het gewoon en ik denk van laten we dat anders gewoon doen. Want dan hebben we dat tenminste alvast iets. Maar aan de andere kant, ja, is het echt nodig? Tegelijkertijd nee, maar ik wil gewoon een extra bank gewoon bouwen. Dus we gaan sowieso even een extra bank bouwen. Kunnen we eigenlijk gewoon inzet maken? Nee, want dan hebben we ook weer die bepaalde kristals voor nodig. Oké, super. We hebben er bepaalde kristalletjes voor nodig. En dit was... Oh, dit was dat alloy gebeuren. Oh, ja. Nevermind, gaan we nu niet doen. Heb ik nu geen zin in. Kappa. Nee, moeten we wel gaan doen. Alleen, daarvoor moeten wij... Oh, wacht, hier kan je ook sheets gewoon... Oh. Ja, je kan natuurlijk op zich natuurlijk met al die dingen sheets maken. Wauw. Als we dus een gold chicken laten breeden met een glowstone chicken... Dan kunnen we gewoon een Alethic alloy chicken krijgen. De kans is maar 17%, maar dan kan dat wel. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat, maar hallo. Gouden kippie, daar ben jij hier. Wij moesten nou weer breeden met een glowstone kip, right? Was dat, klopt dat nou wat ik zei met een glowstone kip? Ja, gold met een glowstone kip. Oké, gold met glowstone. Nou, be my guest. Even een goldje daarin flikkeren. Even snel gewoon seed. There we go. Dus als ik jou nu met hem laat breeden, dan bestaat er dus een kans dat ik een bepaalde kip krijg die best wel handig is eigenlijk. En we krijgen de glowstone kip, tuurlijk. Zo verrast is dat natuurlijk nou ook weer niet. We pakken gewoon even een nieuw, want we hebben natuurlijk nog een aantal andere kippen. De glowstone kip met de gold kip. Kom op, poging 2. Show me the goodies. Nope, again not. Nog één kans, we hebben natuurlijk maar 70% kans wat dat betreft. Dus het is natuurlijk altijd maar een kleine kans natuurlijk al, maar goed. Jij wil ook graag met hem het proberen. Doe maar, doe je best, kom op. Het antwoord is wederom nee. Hey, nice try, we hebben wel nieuwe kippen erbij, maar nee, dat hadden we totaal niet nodig. Goed, we gaan nu in ieder geval bezig met het maken van dus de mob gebeuren allemaal. We moeten trouwens overigens niet vergeten, we hebben hem nog steeds niet mensen, de Minellium kip. Want ja, dat is natuurlijk wel iets, we hebben hem gewoon nog steeds niet. Dus laten we eerst even die doen, dan doen we dan... Nu deze. Ja. Jongens, kijk eens aan. Een. Wauw. De kans dat wij een Minellium kip krijgen. In eerste instantie. Nieuw. Right? Ik bedoel 17% kans. Kijk hoe vaak we het hebben geprobeerd. Het gebeurt heel de tijd niet. En dan nu. Zijn we uiteindelijk hier. We krijgen één Minellium kip. Denkt die andere keer. Weet je wat? Wij doen ook ons best. Hoppatee. We krijgen er gewoon twee. Dat is vrij uniek, I guess. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Deze douwen wij hier ook gewoon lekker er eventjes bij in. Want dan zei ik al van, waarschijnlijk krijg ik deze gewoon allemaal hier erbij in douwen. Zo, met zo. Oké, wauw. ik weet niet wat ik meemaak. Nee, ik ga toch een andere keuze maken. Dat is als volgt. Hop, kom allemaal maar hier. En jullie mogen even allemaal lekker hier erbij in. Deze kippen vind ik allemaal niet zo erg boeiend voor de rest. En dat is toch een soort van... Troepkippen, mag ik dat zo noemen? Ja, ik denk wel dat ik het zo mag noemen. Hoe gaat het hier verder?
Oh, dit gaat ook lekker door, toppie. Hoe gaat hier verder? Oh, dat gaat ook lekker door, toppie. Wel jammer natuurlijk dat we hier eigenlijk wel meer weed van krijgen dan seeds. Maar goed, ja, dat is op zich ook wel weer te verwachten misschien. Zo. Nee, ik heb trouwens nog wel die animal nets nodig. Want ik moet natuurlijk nog wel eventjes snel mijn Minellium kippen zo meteen gaan move. Want zijn ze al bijna groot? 13 seconden en 5 seconden. Top. Dan laten we natuurlijk deze continu met elkaar breed. En dan hebben we natuurlijk gewoon Minellium. Eindelijk, mensen. Eindelijk. Oh, wat heeft dit lang geduurd, zeg. Maar, hey. Het is gelukt. En dat is natuurlijk het belangrijkste uiteindelijk. Maar, man, man, man. En ja, de kippen zijn super makkelijk in Sky Factory. Met alles erop en eraan. En met het maken van supplies en weet ik het allemaal. Alleen de weg ernaartoe om die kippen te maken. My freaking god. We maken even een babytje erbij. Want ja, waarom niet toch? Ik bedoel, hoppatee. Baby Minellium kip erbij. Super toppie. Nou, we hoeven het nooit meer om te kijken. Was maar zo'n feest. Ondertussen hier hebben we al heel veel Draconium Essence natuurlijk inmiddels weten te verzamelen. Super, super chill. Neem maar vast even allemaal mee. Want dan kunnen wij hier op deze manier namelijk ingots maken. There we go. En ja, zo zie je maar weer. We hebben natuurlijk maar echt een heel klein beetje eigenlijk maar nodig gehad om te minen. Om zo maar te zeggen. En kijk het resultaat waar we er nu al van hebben, mensen. We hebben gewoon nu al meer dan een stack Draconium ingots. Alleen al. Natuurlijk hebben we ook nog al die seeds. Ik weet overigens niet wat we ermee kunnen. Of we daar ook nog iets mee kunnen. Let me know. Maar goed, maakt misschien niet heel veel uit. Want we kunnen het gewoon allemaal hier lekker in storen. Goed. Dan gaan we nou door met dus de mob grind. Want ik ben best wel een beetje hyped om alvast dat ding te gaan maken. Dit is natuurlijk een van de zoveelste items die we uiteindelijk nodig hebben. Dus ja. Nee, trouwens, voordat we dat gaan doen. Laten we anders eerst dit apparaat bouwen. Laten we eerst. Nee, niet dit. Ja, nou, dit apparaat hebben we ook nodig. Nee, laten we. Dit. Laten we die Fusion Crafter eerst gaan craften. Daarvoor hebben we nodig lapis lazuli blocks, diamonds en een draconic core. En die kunnen we, ja kijk, die kunnen we nu gewoon maken, draconic cores. Kijk, dat is dan nu weer wel weer het mooie eraan. Dat stelt voor ons nu op dit moment, even heel cru gezegd, geen fuck meer voor. Omdat we natuurlijk gelukkig al die shit hebben. Dus dat is wel echt, echt super chill. Oké, we kunnen dus nu een fusion crafting core maken. Hetgeen wat hier dus mee is, mensen, is dit ding heeft volgens mij echt immense veel power nodig. We kunnen even hier bijvoorbeeld bijzetten. Oh, wat gebeurt er nou? Nee, dat wil ik niet. Is hij nou weg? Hey! Waar is mijn ding heen? Hey! Oh nee, is hij hierin gegaan? Oh. Ja, dus oké. Ja, ik zat er zoiets van, dat zou ook natuurlijk nog kunnen dat hij uiteindelijk. Oh, dat hij uiteindelijk hier naartoe is gegaan dan. Want ik, ja, dat wil ik helemaal niet. We zetten deze eventjes heel even hier bovenop. Kappa. Er zit nu een sheet in. Show recipes. Oké. Maar ik moet eventjes leren nu, mensen, van oké, show recipes. Ik kan hier dus nu allemaal dingen in craften, right? Ik bedoel, ik heb hier nog niks over opgezocht, mensen. Heel slecht, I know. Maar ik kan bijvoorbeeld hier nu. Nee, wacht, ik moet sowieso heb ik dit nodig, right? Want volgens mij heb ik heel veel, als ik nu ga kijken naar draconium. Kijk, heel veel dingen maak je dus door eer. Nee, dit is letterlijk draconium. Maar hoe maak ik dan een draconium pickaxe? Like. Yo, hoe. Wacht, die maak je. Wacht, je moet eerst een wyvern pickaxe maken. En die wordt dan geüpgraded naar een draconium pickaxe. En voor een wyvern pickaxe heb je dus allemaal. Dus. Aha. Dus het wyvern gebeuren is eigenlijk een soort van voorbereiding voor het uiteindelijke wat je dus gaat maken. En daarvoor hebben we dus inderdaad heel veel nether stars nodig om die dingen samen te kunnen maken. Oké. Duidelijk. Als ik het in ieder geval goed begrijp. Wat de hel is dit? Ziet er wel episch uit. Oké, goed. Maakt het niet uit. Volgens mij klopt dat in ieder geval wat ik daarmee zeg. Goed, dit ding halen we nu wel meteen eerst even weer weg, want fucking hell. Die hebben we hier nu toch even niet nodig. Kom, gewoon meekomen naar huis jij. Die hebben we nu toch even niet nodig, maar dit apparaat hebben we alvast. Oké, die kan in ieder geval dan daarin. Dan kunnen we nu bezig gaan met het maken van de mob grind. Even kijken, de mob grinder. Daarvoor hebben wij nodig 3 diamond swords. 1, 2, 3. Oh, 1, 2 en nummer 3. Toppie, die mogen allemaal lekker erin. Zo, toppie. Dan hebben wij nodig dus dit ding. Nou, die. Oh, wait a second. Deze, voordat we überhaupt dit ding kunnen maken, moeten we eerst dit maken. Dus daar moeten we dus nu 1, 2, 3, 4. Hebben we er sowieso daarvan nodig. Check. Die kunnen we dan weer erin douwen. Dan hebben we dus nu nodig. Klik, klik. Kijk aan. Oké, dan hebben we er nu 1 van gemaakt. Ja. Ik begin het een beetje onder de knie te krijgen. Daar hebben ze ook een generator voor nodig. Maar voor een generator hebben we dus ook alweer dit ding extra nodig. Ja, oké. Ik zie inderdaad dat dit gaat in. Dit kost inderdaad best wel veel supplies. Oké. But a guy. En dan hebben we hiervoor nodig. Nether bricks.
Ja, nee, die heb ik inderdaad nog niet. Heb ik hier nether spul in zitten? Ik heb iets nether bricks, maar niet veel. Hoeveel nether bricks had ik daadwerkelijk nodig? 2. Die kan ik in de... Oh, ik kan het in de sagmill dit flikkeren. Oké, heb ik mijn sagmill hier nog ergens? Sagmill. Of heb ik die gewoon hier letterlijk staan, mijn sagmill? Oh, hier heb ik mijn sagmill. Dus dit kan ik dus nu hier indouwen. En dan wordt dit in ieder geval door 4 gesplit. Right? Dan hak je het eigenlijk weer uit elkaar, als ik me niet vergis. Dus een sagmill kan dus dingen weer openkutten. Dan ben ik nu heel erg benieuwd naar dit. En dit heeft verder helemaal niks mee te maken, mensen. Ben ik heel benieuwd naar nu. Oh, nee. Deze? Nee, dat kan niet. Oké, ik dacht misschien kan dat het ook weer uit elkaar halen dan. Maar nee, dat is dus geen optie. Oké, toppie. Weet je wat in ieder geval ook weer. De generator hebben we dus ook voor het apparaat. Toppie. En wat we dan dus moeten gaan maken is als volgt. Awakened Dragonic dinges geval. Oké. Hoe gaan we hier in godsnaam aankomen? Oké. Dit is bepaald spul. Dit, ja, oké. Maar hoe kom je aan dit? Aan de ingot. Ingnot. Hoe kom je aan deze? Want we hebben hier dus de gewone en die komt dus uiteindelijk hieruit. Oké. Maar goed, hiervoor moet natuurlijk nog wel iets zijn geweest. Dan doe je de WD-stick in maken, niet? Maar deze staat gewoon letterlijk hier als van, joh, je hebt hem, maar dit heb ik toch helemaal niet? Maar als ik nou eens gewoon... Nee, dat heb ik inderdaad helemaal niet. Maar is dat dan... Nee, dit wordt inderdaad gewoon dat. En dit wordt gewoon een blok, right? Dit wordt inderdaad gewoon een draconium blok. En dan heb ik net wel gezien dat als ik ga kijken bij de mob grind... Dat als ik uiteindelijk stel... ik zou dus dit... Hoe is het nou hier? Ik zou bij wijze van dit willen maken en ik zou bij wijze van hier een blok van hebben... Enchantment power kost het 12. Maar kijk, als ik dat dus kijk, dit zijn net die dingen bij elkaar. Maar als ik dan hier kijk, als ik dus 4 draconium blocks hierin zou flikkeren, dan krijg ik dus dat. Alleen dat kost mij dan. Kost mij dat dan 350 miljoen power? My god. My fucking god. En daarbij komt kijken. Ik kan wel even overigens één ding maken, want ik heb dit ding hier ook overigens. Maar stel nou ik doe dit ding hierin. Maar hoe maak ik dan nu alsnog dat gebeuren, weet je? Ik bedoel, dat is toch... Nou, ik ga video's hiervan kijken, mensen, want dit... ik wil dit hebben. Ja, dat snap ik. Mensen, ik ga hier wel video's over kijken wat ik zeg, want ik moet dit... Ik moet dit onder de knie zien te krijgen, hoe wat allemaal. En ja, ik heb werkelijk waar geen... idee. Dit is echt next level shit. Het enige wat ik kan zeggen is wish me luck, want dat ga ik denk ik nodig hebben met dit rare gebeuren allemaal. Voor nu mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal dat duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom en mensen, tot morgen.